Je kent het wel, die maïsvelden, waarbij de maïs hier hoger is dan daar. En hoe komt dat nou? Dat komt omdat de grond niet overal hetzelfde is. En boomkwekerijen hebben datzelfde probleem. Want je wil de boom aanpassen op een stukje grond. Maar dan moet je wel weten hoe de grond is opgebouwd. Boomkwekerij Liwardi in samenwerking met Ezendam heeft daar de perfecte oplossing voor. Dit is een van onze percelen. En hier kun je heel mooi zien de variatie in de grond. Hier is een scan gemaakt van de ondergrond. Dus hier laten ze exact zien het verschil in het perceel. We zien hier groen, we zien daar rood. En dat geeft aan dat eigenlijk de variatie is in de grond. En daardoor kunnen we eigenlijk gaan sturen op het perceel naar de behoeften van de planten. En ook weer de keuze van planten op afstemmen. En plant je dan met de hand? Vroeger werd alles met de hand werd gezet. Met de schop, een gat graven, plant erin en de volgende. Is heel veel werk, maar er waren geen andere mogelijkheden. En tegenwoordig zijn er machines voor. Het zijn de briljante geesten van Ezendam die de boomkwekerijmachines hebben ontwikkeld en geproduceerd. Met welke vraag komt de klant bij jullie? De klant die wil sneller, makkelijker, efficiënter gaan kweken. En daar hebben we een oplossing op gegeven door over te stappen op GPS. En wat kunnen jullie nou allemaal precies met dat GPS? Je kunt ermee gaten boren, dus de basis. De vervolgstappen kun je ermee gaan vormsnoeien, kleutsteken, bemesten, schoffelen, spuiten. Alles eigenlijk. Dan moet je de vertaalslag gaan maken naar praktijk. Dus we hebben een perceel, we weten er zit variatie in en we willen daar planten op gaan zetten. En door middel van GPS kunnen we aan de hand van een raster de planten gaan zetten. Dus we weten de grond die in elkaar zit en we kunnen zien waar we planten gaan zetten, welke planten we gaan zetten. Dat kunnen we gaan sturen. Dus via de GPS weet je precies waar de coördinaten zijn van waar de planten moeten komen. Dus weet deze machine hoe die en waar die moet boren. De trekker rijdt in het land en die rijdt in rechte lijn. Op het moment dat hij een signaal krijgt van de GPS, dan start hij met boren. En terwijl de machine naar voren reed, bleef de boren stilstaan bij het gat. De wagen die blijft gewoon op een constant tempo doorrijden. Het is alleen dit gaat heen en weer steeds. Dit gaat gewoon heen en weer. En dat is voor om dus genoeg capaciteit te krijgen, dat je genoeg gaten per uur kunt maken. Dit is het perceel waar we nou op gaan rijden. Dus de kaart die we net hebben gezien, komt eigenlijk overeen met dit perceel. Dus de informatie die we gezien hebben, daar kan ik de aanpassingen doen van ik wil gaan doseren. Ik wil meststoffen gaan doseren, ik wil kalk gaan doseren. En dan zeg ik die kleur wordt 100%, dat wordt 80, 30, 20, 10. Informatie laad ik door middel van een USB-stick hierin. De machine kent zijn perceel, kent zijn taak, gaat rijden. Hij weet waar die is en gooit op het goede moment op de juiste plaats de juiste hoeveelheid meststof. Die meststof die je dus nu verspreidt, ja. Wat is nou de besparing ten opzichte van voorheen? Qua meststof deden we vroeger één perceel, één bemesting. Zoveel kilo op het perceel, bam, klaar. Nu zeggen we, hier is gewoon de oude bemestingsnorm nodig, 100%. En sommige hoeken blijven achter of ze zijn er helemaal niet blij mee. Die krijgen bijvoorbeeld maar 10%. Dus qua bemesting misschien wel tot de helft dat we besparen met hetzelfde resultaat. Daarboven zie je de GPS-antenne. De satelliet en terug. Op het eerste gezicht lijken deze machines allemaal op elkaar. Maar wat het feitelijk is een standaard machine met verschillende modules. Zodat de ene keer kan die kluit steken en de andere keer kan die snoeien. En dan nu een lesje moestuin voor grote mensen. Als het in de zomer mooi droog is, kun je veel beter het onkruid afsnijden. Dus hij gaat door mijn bedjes van mijn planten, ongeveer een centimeter diep, snijdt het onkruid mooi af. De eggetjes trekken het onkruid een keer op zijn kop en ze drogen mooi uit in de zon. Dus ik heb geen chemie nodig en ik kan mechanisch mijn onkruid wegschoffelen. Er zit een module die dan hierop... Ja, met hem klikken we eruit, hem klikken we erin. Twee personen, één minuutje en hij is omgebouwd om te schoffelen. Dat is het bouwpakket? Zo het bouwpakket, zo Meccano, ja. En wat doet deze jongen? We zijn natuurlijk in de zomer prachtig aan het schoffelen. We rijden toch door het gewas, we doen die bovenlaag een beetje inmengen. Kunnen we beter meteen in één keer de bemesting of de bekalking meegeven. De bak zit vol met meststof. Dit zijn allemaal zones, elektromotoren eraan. Stappen worden geteld wat ze aan het doen zijn. We hangen slangen aan naar de schoffelelementen. En zo wordt de meststof mooi gedoseerd naar de plekken waar we moeten zijn. Deze bak is uitgebouwd in 3 secties en die wordt met variabele afgifte via GPS gaan wij de kunstmest toedienen aan de planten. Nou, hier zie je het scherm van de GPS. Hier zie je bijvoorbeeld een stukje van het perceel waar we net bij hebben gestaan. En daar kan ik dan die informatie inladen om in de praktijk te gaan benutten. En jullie GPS-systeem, is dat nou interchangeable? Kan je die ook op andere machines gewoon één op één zo integreren? Die kun je gewoon één op één overzetten op andere machines. En van daaruit kun je gewoon uitbreiden met wat je wil. En zo hebben we nog een machine. En deze doet? Snoeien en steken. Als je even de dure machine van de wagen rijdt voor de eerste keer. Oh, ga ik dit doen? Oké. Okay. Haha, kijk nou.
gekregen vroeger voor Sinterklaas, maar dan met zo'n heel klein autootje en nu in het groot. Ik kan niet precies zien waar die al geweest is. Alles vol automatisch. Je kan gewoon naar binnen gaan, kopje koffie drinken, kom je terug, is het klaar. Op het moment dat jij geplant hebt op GPS, je weet waar alle planten staan. En je weet hoe de grond onder die planten is, ja, dan kun je eigenlijk alles. Dan kan je boren, dan kan je planten, dan kan je bemesten, dan kan je oogsten. Alles precies via de GPS. En dan is alles volautomatisch gebeurd, van begin tot eind. En dan eindig je met zo'n prachtig boom.